ik ben de interviewer. Ik ben Jari en ik ben de regisseur. En ik ben Tijn en ik ben de filmer. En wij gaan Kees de Wit interviewen. Je moest om 8 uur binnen zijn, 's avonds. En mijn vader die woonde vroeger, die is geboren in het zand. Dat is in de, bij Schagen daar, in het noorden van Noord-Holland. En daar heb je altijd gewerkt in veebedrijven, boeren en bij tuinders. Dus hij had een hoop kennis in die omgeving. En in de hongerwinter, heb je er ook van gehoord. Ja. Die hebben een maand of 7-8 geduurd. Van september 44 tot, nou ja, misschien tot ook september 45, heb je ongeveer een jaar geduurd. De hongerwinter. En die hongerwinter, dat kan je niet voorstellen, want iedere keer als jullie naar huis gaan, om 12 uur of om einde van de schooltijd, dan eet je een paar boterhammen en je zou een warm. Dat doe je iedere dag. Dat komt iedere keer naar jullie toe. Maar vroeger was dat niet zo. In de oorlog was dat niet zo. De mensen hebben honger geleden. En dat is niet erg, nee jongens, dat is heel erg. Heel erg. Honger lijden. Dus dan zie je, ja, misschien zie je het wel voorbij gaan, maar de winkels waren ook leeg, hè. Je kon niets meer kopen, er was niks meer. En wij hebben ook in de Pernestraat gewoond, die had je ook misschien wel, Pernestraat. En daar woonde ook de directeur van de melkfabriek. In Kastrika was toen de tijd een melkfabriek. En de directeur die woonde schuin tegenover ons in de Pernestraat. En op een gegeven moment zijn er een paar Duitsers geweest. Die hebben tegen de directeur van de melkfabriek gezegd. Tussen Kastrika en het feest is een bom gevallen op de rails. En het is jouw schuld. Hebben ze tegen die directeur van de melkfabriek gezegd. En het leven zei, ja, dan halen we je. Steken we je huis in de brand. Dat hebben ze gezegd. Maar waarom zeiden ze dan dat het zijn schuld was? Ja, dat is een Duitser moet iemand aanwijzen. En je wordt gewoon aangewezen. En die meubels zijn uit zijn huis gehaald. Die hebben de twee straten verder neergezet. In de toren staat geloof ik bij je schoonmoeder of zo. En ik denk, nou ja. Toen heb je met een paar oude meubelen in zijn huis gezet. Ze waren toen al een half jaar bij die schoonmoeder van hem. En een week daarvoor dacht hij bij zagen, nou ze zijn het vergeten. Dus ik haal die meubelen weer terug. Dus hij zet die meubelen weer in zijn huis. En een week later komen die meubelen weer om zijn huis in de brand te steken. En daar wandelen wij tegenover. En als jongen van 5, hoe oud was ik? 7, 8 jaar of zo. Vond het natuurlijk prachtig. Aan de overkant zo, een huis in de brand. Prachtig. Bedankt voor het kijken naar dit interview van Kees de Wit. Hopelijk hebben jullie van genoten.